Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe 30-daagse weervideo van Weerplaza. We hebben tot nu toe een behoorlijk wisselende septembermaand te pakken. De eerste dagen van september verliepen zeer warm, temperaturen zelfs regionaal boven de 30 graden, gevolgd door een paar zware onweersbuien afgelopen weekend. Daarna is de stroming naar het noordwesten gedraaid en is het juist behoorlijk koud geworden voor de tijd van het jaar. Met de afgelopen dagen middagtemperaturen vaak niet veel hoger dan 13 of 14 graden. En daarbij vielen soms flinke buien die met name in het westen en midden van het land behoorlijk grote hoeveelheden neerslag achter hebben gelaten. Op sommige plaatsen is de normale maandhoeveelheid regen voor september nu al ruim overschreden. En daar gaat nog wel wat bij komen. Niet alleen dat, maar dus ook koude lucht. De laatste dagen en nachten. 'S Nachts koelt het flink af. Mooie zonsopkomsten levert dat op. Maar we hebben inmiddels ook al de eerste vorst aan de grond van dit nieuwe seizoen te pakken. Namelijk afgelopen nacht min 0,3 graden in Twente. Nou, ook de komende nachten verlopen nog koud met lokaal kans op een graadje vorst aan de grond. Maar er zit een weersverandering aan te komen. Het hoge drukgebied waar we dit weekend mee te maken hebben verplaatst met een omweg zo'n beetje zich richting Scandinavië in de loop van volgende week. En daardoor krijgen we steeds meer met een oostelijke stroming te maken. De aanvoer van drogere lucht komt daarmee op gang en daarmee wordt het een stuk zonniger in de loop van volgende week. En niet alleen dat, maar ook geleidelijk wat warmer. Nou, we zien op deze hoogtekaart mooi dat hoge drukgebied boven Scandinavië zich volgende week nestelen, met ook nog een uitloper richting de Azoren, al zal die uitloper in de loop van volgende week wel langzaam wat minder krachtig worden. Lage drukgebieden zien we heel ver weg op de oceaan en in het boven het Middellandse Zeegebied volgende week. Dat lage drukgebied ligt dit weekend in de buurt van Oostenrijk, zorgt daarvoor enorme hoeveelheden regen. Lokaal kan er in delen van Oostenrijk en de oostelijke Alpen zelfs meer dan 300 mm regen vallen. Dat valt bij ons normaal in 3 tot 4 maanden. Nou, daar komt dat in 3 dagen tijd omlaag en kan in die regio voor flinke overstromingen gaan zorgen. Nou, dat lage drukgebied trekt komende week wat meer richting Italië en kan ook daar boven het warme zeewater van de Middellandse Zee voor behoorlijk zware buien gaan zorgen. Nou, bij ons in de regio juist heel rustig weer volgende week en dat zien we ook op de luchtdrukafwijking. Veel hoge druk in onze buurt en vooral ten noorden van ons. Had je de 2 maanden later gehad, had je een langdurige oostelijke stroming gehad met misschien wel de aanvoer van zeer koude lucht? Nou, nu is het daarvoor nog te vroeg. Nu levert het juist vrij warme lucht op met die oostenwind dus. En dat zien we ook op de kaart met de temperatuurafwijking voor komende week. De dieprode kleuren die zijn voor Noordoost-Europa bestemd, met daar wellicht nog zomerse waarde zelfs. Nou, ook bij ons zou dat nog wel een enkele keer kunnen komende week. Maar de temperatuurafwijking naar boven valt op zich wel mee met 1 à 2 graden gemiddeld genomen. Overdag is het normaal in deze periode een graad of 18 en 's nachts een graad of 9. En daar zitten we dus iets boven. Maar het is niet uitgesloten dat met name in het oosten van het land het volgende week een enkele keer een zomers warm wordt met 25 graden. Veel kouder dan gemiddeld genomen is het in het Middellandse Zeegebied, in de buurt van het lage drukgebied dus. Onder invloed van die buien blijven de temperaturen daar behoorlijk achter. Terug naar ons land. De pluimverwachting voor de komende 14 dagen. Eerst is het nog koel met een paar koude nachten dus, zeg maar gerust. En in de loop van dit weekend en begin volgende week gaat de temperatuur oplopen. En de tweede helft van volgende week komen we dan uit rond gemiddeld een graad of 23. Maar in het binnenland kan het dus best wel een enkele keer 25 graden worden. Niet alleen dat, maar ook de nachten worden een stuk warmer met temperaturen vaak boven de 10 graden. Dus die echt lage minima waar we op dit moment mee te maken hebben, die gaan we spoedig weer kwijtraken. Uiteraard neemt op de lange termijn de onzekerheid wat toe, vooral ook naar beneden, want er zit wel wat koude lucht tegen die tijd in onze buurt, maar het is nog maar zeer de vraag of ons dat wel gaat bereiken. Nou, dat hoge drukgebied boven Scandinavië heeft niet alleen tot gevolg dat het een stuk warmer wordt komende week, maar het wordt ook overwegend droog. Niet helemaal, er kan best een enkele bui vallen, zeker maandag zal dat nog het geval zijn. Maar die oranje kleuren duiden volgende week toch op vaak droge omstandigheden en dus veel ruimte voor de zon. Veel natter dan normaal. Opnieuw bij dat lage drukgebied in delen van Italië, Griekenland, de Balkan en ook richting Oost-Europa vallen soms zware buien. Maar daar hebben wij voorlopig echt niet meer mee te maken. Dat zien we ook mooi in deze staafdiagram.
Maandag passeert er nog een frontje met een paar buien en ook meer bewolking. Maar daarna is het een aantal dagen overwegend droog. Richting volgend weekend neemt wel de kans op een enkele regen- of onweersbui toe als die temperatuur ook gaat oplopen. Maar dat is nog hoogst onzeker en op heel beperkte schaal. Kijken we dan naar de laatste week van september, dan zien we dat er wel het een en ander gaat veranderen. Dat hoge drukgebied boven Scandinavië verplaatst zich langzaam richting het westen, richting Groenland en IJsland. En daardoor gaat de stroming bij ons van een oostelijke richting meer naar een noordelijke richting draaien. En komt dus de aanvoer van duidelijk koudere lucht opnieuw op gang? Het weer krijgt mogelijk wat trekjes zoals afgelopen week. Al denk ik dat de buiigheid wel veel meer onderdrukt wordt. Omdat dat hoge drukgebied, of in ieder geval een uitloper daarvan, volgens veel berekeningen nog steeds in de buurt van ons land blijft liggen. Mocht die uitloper van hoge druk nou toch wat westelijker uitkomen en dit lage drukgebied hier dichterbij, dan neemt de buienactiviteit uiteraard wel toe. En gaan we opnieuw met zogenaamde kustconvergentie te maken krijgen. Veel koudere lucht stroomt over relatief warm zeewater en dat bevordert de buien. En dan kan er ook af en toe echt wel veel regenwater vallen. Maar de kans lijkt dus het grootst dat wij in de buurt van het hoge terechtkomen met dus relatief rustig weer en weinig neerslag. Maar wel dus lagere temperaturen. En dat zien we hier. Veel blauwe kleuren in de laatste week van september boven Noord-Europa. Met een uitzakking over Centraal- en Zuid-Europa. En daar hebben wij ook over het algemeen mee te maken. Warmer weer dan gemiddeld zien we boven het uiterste oosten van Europa. En boven de oceaan waar zich een nieuw lage drukgebied aandient. En met dat lage drukgebied gaan wij in de eerste week van oktober waarschijnlijk te maken krijgen. Dat zien we hier. Dat lage drukgebied ligt op dit moment in de buurt van de Noordzee of richting Scandinavië. Dat is dus de eerste week van oktober. En onder invloed daarvan draait de wind naar een zuidwestelijke richting. De weerpatronen volgen elkaar rap op wat dat betreft deze maand. En onder deze omstandigheden wordt het juist behoorlijk wisselvallig met ook hogere temperaturen. Behoorlijk wat neerslag dus in de eerste week van oktober, gemiddeld genomen. Die week is gemiddeld al nat met een millimeter of 25 à 30. Nou, we zien hier groene kleuren en dat duidt op meer neerslag dan normaal. Dus dat kan een behoorlijk wisselvallige week worden. Met dus misschien ook wel een keer veel wind daarbij. Zeker wanneer die lage drukgebieden over de Noordzee trekken, vlak langs ons land heen. En dat is natuurlijk ook best wel een klassieke periode, de eerste helft van oktober, voor een potentieel eerste herfststorm. Nou, zover is het natuurlijk nog lang niet, maar dit zijn wel signalen die duiden op beduidend wisselvalliger weer na de maandwisseling. Maar daarbij wordt het dus wel warmer. De wind draait namelijk naar een west- tot zuidwestelijke richting, komt over de relatief warme Noordzee en dan gaan de temperaturen ten opzichte van het langjarig gemiddelde weer wat omhoog. Normaal gesproken hebben we in de eerste week van oktober te maken met middagtemperaturen rond 16 graden. Maar het zou, zeker als een lage drukgebied ten westen van ons langstrekt, best nog een enkele keer 20 graden kunnen worden en daarmee dus een warme dag. Over het algemeen dus, komende week mooi nazomerweer. Daarna tijdelijke noordelijke stroming met lagere temperaturen, maar nog steeds wel vrij veel ruimte voor de zon. Alvorens, begin oktober dus, we met een westelijke stroming waarschijnlijk te maken gaan krijgen en beduidend wisselvallige weer. Voor nu wens ik u een mooi weekend.